Circus, inside the peloton with Wanty Groep Gobert. De start in Antwerpen is zeker niet meer hetzelfde als in Brugge. In Brugge was het toch wel een andere sfeer, het is een ander publiek. En West-Vlamingen zijn meer koersminded dan Antwerpenaren bijvoorbeeld. En ik denk ook dat er weinig West-Vlamingen of zo gaan naar de start gaan komen in Antwerpen. Vorig jaar was de muur er weer ingekomen en die heeft toch wel een cruciale betekenis, cruciale rol gehad in de koers. Daar is de koers eigenlijk echt op opengebroken. Ook omdat Gilbert altijd zo vroeg aanhing in alle klassiekers eigenlijk. En voor de rest, de finale is echt loodzwaar. Het is de ene helling achter de andere en ze zijn ook nog in kasseien. Dus. Ja, het bijna al aan de vesten. Hè. De muur is niet zomaar een helling van 700, 800 meter. Het is echt van beneden aan de dender al dat het begint. Dus. Het is een beetje van een tunnel waar dat je doorrijdt, omdat er zodanig veel volk staat. En ja, het is speciaal, je kunt me moeilijk met iets anders vergelijken. Op andere hellingen staat er ook wel veel volk, maar op de muur is het toch altijd een pak meer. Het grootste zwaartepunt ligt eigenlijk op de Koppenberg, omdat dat is eigenlijk de steilste helling. Het is ook in kassein, het ligt er altijd wat glad en het is heel smal. En ja, die combinatie maakt dat het eigenlijk altijd maar een man of 20 is die boven geraakt. En vanaf de 20ste staan de voeten aan de grond dikwijls. En als je pakweg 50ste opdraait, dan zit het te ver.